Hey, what up gasten, welkom bij een nieuwe editie. Ik wil deze keer even beginnen met een kijkersvraag, je ziet hem hieronder staan. Ik ben klaar met het woord vlog. Daarom heb ik een nieuwe naam verzonnen voor dit ding. Namelijk de Banjo Show. Ja, en dus als ik een show begin, heb ik ook sponsors nodig. En de sponsor van deze uitzending is iemand overbodig recht in zijn gezicht slaan. En daarin! Ja. Oh. Auw, start de intro. Gevonden. Daar gaan jullie veel tegenaan kijken. Afijn. Als allereerste wil ik even een punt maken. Oh, ik heb een goal, ik heb een punt. Yes! Oké, die was misschien heel flauw. Maar toch. Ik ben een van die mensen die altijd op Google gaat om te kijken naar oplossingen voor problemen. Bijvoorbeeld als ik iets heb of zo, weet je. Ik ga op Google kijken naar, ja, hoe los ik het op. En dus toen begon ik aan mezelf te denken, eigenlijk is Google als een soort van dokter voor me. Niet waar? Los ik dit op? Google. Oké, wat hebben we hier? Huh? Bedoelde u niet katjes? Nee, ik bedoelde eigenlijk platjes. Oeh, dat is wel erg vies. Jezus. Het is niet vies, het kriebelt alleen heel erg. Ik heb het zelf ook hoor. Oké, dankjewel, alleen wie ben jij? Ik ben Dr. Google, alles wat je googelt, ik weet alles dus. Ik heb voor u een paar adresjes gevonden. Hier op een forum heeft Pimmetje, die heeft genitale vratten. Deze is wel leuk. Dit moet ik heel even wel zeggen tegen u hoor. Hier is namelijk Kim. Die heeft genitale vratten in haar baarmoeder. Ah, dat moet jeuken, nietwaar? Nou, in alle eerlijkheid heb ik niet meer kunnen maken dan dit deze week. En direct door naar de prijs. Hoe heet mijn wuppie? En dan gaan we door naar de genomineerden, want ik heb niet zelf... Als eerste vond ik Bob een leuke naam. Twee keer is er Bob gezegd, één keer is er Blob, dus als een kanshebber. Als tweede Pimpernel. Als derde Boeloeroeps. Als vierde Gore Kleine Stalker. Als vijfde werd er gezegd Mascotte. Nou, nu zie je hier de genomineerden staan naast me. Met nummertjes erbij. Kies één nummer, zet hem in de comment hier beneden. En dat brengt ons direct bij de vraag van de week. Volgende week wil ik een video maken, Truth or Dare. En dat betekent dus, ik wil van jullie uitdagingen. Wat moet ik doen? Zeg het in de comments, ik mag zo gek zijn als je wil. Ik ga niet naar rondrennen over straat, maar toch. Daarnaast, je mag ook altijd de vraag stellen aan mij. Vergeet vooral niet te abonneren mocht je dit video tof hebben gevonden, even die kanten. Dan kan ik afsluiten met de woorden, good afternoon. I'm walking with a swagger and a better attitude. I'm looking like a rockstar from my head to my shoes. This place is about to lose.